Onderschaande is, België krijg ik allemaal aanvragen, heel veel hier bij jullie in Brabant waar ik aanvragen krijg, dus het is echt wel een liedje wat hier dus blijkbaar heel erg leeft. Ja, ja, ja. En dat is heel mooi, het is mooi. Maar, boven bij jullie daar, daar is niks van feest hier. Nou weet je, ik kom uit Hardenberg, daar is geen carnaval geslipt door de stad heen, daar kun je een kanon afschieten. Maar hey, weet je, bij ons heb je bijvoorbeeld Oldenzaal, ja. Te Bergen. Nou, daar is toch wel een beetje, daar is wat meer ooit. Ja, dat kan nog wel zeker. Ik bouw je een huis, dat op de wolken staat. Ik ben je piloot. We gaan naar de volgende, jongens. Ah. We gaan nou weer, Raymond? Naar Roosendaal. Jammer. Hoogstraat in België. In België? Oh. Kun je een beetje Vlaams of Belgisch praten of niet? Nee, hoeft niet. Nee? Allee, manneke. Allee, manneke. Zijn dus in koor. Nee, kun je dat niet, Raymond? Maar dan hebben we je namelijk hier helemaal achter. Gaat niet allemaal even. Nee? Dan kun je, beter hier helemaal stappen, man. Als je daar niet Belgisch kunt praten, dan mag je niet mee, hè? Blijf wel in de bus zitten. Nou, ik ga hier even uitzetten. Wacht maar, kijk, stop je een beetje. Sta maar in bus. Even wachten. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed, we gaan dus naar België. Wat wil je doen? Zeg je? Wat wil je doen? Ik ben even muziek aan het aanleveren. Oké. Okay. Voor radio. Valencia, ah, nee. Hier in België. En nee. Met onze Belgische vrienden. Doe eens maar even. Gasten in de studio zitten en zeggen: goedemiddag, Joy. Ja, bijzonder goedemiddag. Ja, je komt van een landje volgens mij. We waren 3 uurtjes aan het rijden, maar hiervoor waren we in Papendrecht en in Rupfen. Hierna gaan we naar Roosendaal, dus we hebben het goed ingevuld. Oh, je komt een beetje carnaval opzoeken, want je komt uit het Hoge Noorden. Ja, ja, ja. Overijssel, aan de Duitse grens is dat. Daar wordt geen carnaval gevierd, nee. Maar we zoeken straks een gezelligheid op en gaan lekker dansen daar in Roosendaal. Oké, dus je gaat ook wel even carnaval vieren. Of je moet optreden. Je moet optreden, dus we gaan gewoon gezellig mee in de feest. Kijk, dat is leuk. Ja, wie is Joy Wools eigenlijk? Ja, goede vraag. Je zit er ook nog maar klaar, dat zie je niet. Hey, mijn naam is, zoals je zegt, Joy Wools, woonachtig in Hardenberg. Dat is inderdaad een plaatsje in Overijssel. Vader van maar liefst 4 kindjes. Zanger van het Nederlandse lied. Iets wat ik met heel veel plezier doe. Ja, weet je, ik schrijf zelf liedjes. Soms breng ik een cover uit, zoals de huidige single. Maar weet je, ik ben een artiest die veel hebben geboekt op zijn entertainment gehalte. En ja, ik zeg ook dat met heel veel overgave, heel veel liefde en positiviteit vooral. Ja, dus want ik zit hier eventjes in onze computer te kijken. En ik zie hier ergens, volgens mij begint het om 2018. Ja, weet je, met de singeltjes binnen zijn gekomen. Ja, ja, ja. Oké. Ja, we komen bij je nieuwe single aan. Ja, Huis op de Wolken. Huis op de Wolken, ja. Nou, wolken hebben we genoeg. Ja, ja, zeker. Huis ook. Huis ook. Okay. Ja, huis is tegenwoordig een probleem in Nederland in ieder geval. Ja, om eraan te komen wel inderdaad. Dat is al jaren een groot probleem. Dus ja, ja, goed. Ja, wie ze moeten omdraaien, wat vind je ervan? Van het liedje. Van het liedje? Ja. Ik vind het een topnummer. Ja, oké, nou, dat is belangrijk toch? Ja, echt. Ik zeg, ik hoorde dat nummer net, ik zei het net tussen de plaat door. Ik zeg toen het nummer hoorde van, ik moet Joy Wools, moet ik hier in de studio hebben. Onderweg naar de volgende, hè? Joy? Hè? Ik ga onderweg naar de volgende. Hop eens op, je rijdt nog maar Roemenië. Nee, dat valt mee. Hop eens op, BMW. BMW. Ja. Oh, die hele bus gaat niet hebben. Kom vast. Nee, joh. Komt wel goed, jongens. Ik kan wel een beetje rijden. Een beetje, ja. Een beetje, een beetje. Nou, Raymond, waar gaan we nu naartoe? Tourmannetje? We gaan naar Roosendaal. Roosendaal, wat gaan we daar doen? Ja, volgens mij laten we Joy zingen. Is dat wel verstandig om dat te doen? Ja, dat weet ik niet. Met 20 minuten daar geen gehoorschade en zo. Moeten we daar nog oordopjes uit delen? Of... Natuurlijk, geluid dat je wel goed doet, dan gaat het goed, jongens. Ja, we zullen het zien. We zullen het zien. Als ze de boksen weer omdraaien, dan ben je hoe laat is. Ja, hoor. Precies. Nou, maar het is goed dat we niet de hele set opzetten nu. Nee. Jango gaat prikken vandaag, dus... Ja, gewoon prikken, Marlene. Lekker. Vind je dat lekker? Prikken en carnaval. Vind je dat lekker? Vind je dat lekker? Ja, tuurlijk. Maakt me niet uit, hoor. Roosendaal, we komen eraan. 12. Hij is in slaap gevallen. Even terug zijn, jongens. Jango slaapt. Vandaag zal je leukste tijd beleven.
Wat bestel jij? Een baniskeus. Twee, hè? Maar twee gehad. Voor die andere dikke. Alex? Echte baniskeus. Geen weer hoor. Dus, hè? Ja, echt, hè? Sam zie je. Smakelijk eten. Ja, dankjewel. Jongens. Proost. Oh nee, eet smakelijk. Zo. Ik doe wel de cola. Zo, lekker gegeten. Was een feestje, hè? Ja, was echt super. Hey, lekker gegeten, Raymond? Ja, ik wel. Jij? Ja, ik ook. Ja, heerlijk. Ja, ik hou altijd wel van die broodje hamburgers en zo. Heb je een broodje hamburger gehad? Ja, broodje hamburger. Je was de hele dag in snoep aan het eten. Ah, echt hè? En dan een broodje hamburger. Ja. Alex, wat vond jij? Lekker Alex? Shit, waar is Alex dan? Oh, die zit natuurlijk naar bij mijn schijf te eten. Oh, shit. Oh, Raymond, had je dat niet kunnen zeggen? Ik moet hem terug. Die let er nooit op, hè, jij? Je hebt één taak, hè? En dan dikke scheet laat. Het stinkt, joh. Nou, laten we goed teruggaan. Alex afhalen. Nee, maar is dit... Hoe dan? Hoe kan die nou dan... Zit hij daar nog? Ja, geen idee. Dat denk ik wel. Maar stinkt hier echt zo. Dat stinkt hier echt. Dat is echt niet normaal. Nou, draai het best maar op. Nou, wij gaan omdraaien. We gaan Alex afhalen. Oei. We zijn nu al meer dan 2,5 uur op zoek naar Alex. We dachten dat hij in de snackbar zat. Maar we kunnen hem niet vinden. Dat is op zich best wel irritant. We rijden hier midden in Roosendaal. Maar goed, samen uit, samen thuis. Dus ja, we gaan nog even zoeken. Ik hoop dat we hem zo vinden. Alex! Waar ben jij? Zeer verschillend. We gaan nog even zoeken. Dat we hem zo vinden. Alex! Ik zag niet Alex. Waar? Ja, ik wil hem allemaal. Waar dan? Hij is hier helemaal niet. Hij is hier helemaal niet. Ah, yes. Hij is aan de pissen. Echt Alex! Jongen, kerel! Waar ben je ja. Dan gewoon? Hey. Waar ga je overal aan het zoeken, man? Ja, ik ben er. Wat ben je nu aan het doen dan? Ja, pipi maar. Nou kom, stap in die bus in, we moeten naar huis, jongen. Ja, ik ben er, kom eraan. Ik ben er. Nou, wat ga je doen dan? Ik ben aan
wat eten, bam, schuim. Het bleef echt hard. Hier straks? Hier. Ja, maar wij liepen weg, wij dachten dat je achter ons aan. Nee, ik heb er nog weer twee meer gegeten. Nee, ja, het belangrijkste is dat het lekker was. Was ja. Lekker? Ja, was heerlijk. Ja, komt af. Dan moet je weer mee, Bert, jong. Ja, zeker. We zijn wel lang aan het zoeken geweest, hoor. Oh, even, hey, kijk, ben er. Telefoon leer, dus we gaan ook niet belden. Telefoon leer, ja. Ja. Eerst hebben we nog mijn oma gebeld. Oh, we dachten wat hij aan het doen was. Ja, die is die dag gesprek. Ja, 12 kinderen. Hey, jongens, hebben we weer gehad. Hey. Hoe is dat? Laatste optreden van het weekend. Was het leuk? Ja, het was een gezellig weekend. Een super weekend, ja. Ook mensen genoten. Hey? En misschien wij zelf. Ja, absoluut. Het was gezellig, jongens. Ja. En daar proosten we op. Jongens, yo, proost. Yo, proost. Proost. Jammer, waarom heb jij geen bier? Nee, Django moet nog werken. Hé, Django, ben je van de mannenliefde of wat is hier aan de hand? Gast, pak een biertje. Hij moet nog werken. Nee, alles pak hem even een biertje. Oh, hij pakt zelf deze video al. Stopt niet voordat Django een biertje heeft. Nee, een volle. Ja, een dikke neus. Ja, dikke neus. Ja, feestneus. Tot volgende week. Oké. Okay.